Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Nou, ik laat me meestal inspireren door de dingen om me heen. Dus ik ben een heel visueel ingesteld mens. Dus overal waar ik loop of waar ik ben, dan zie ik vormen. En dan zit ik automatisch al te denken van zou er toch iets van een soort stoel of een tij of wat dan ook in kunnen zitten. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Kijk, het begint mee met het idee. Hè, van nou, wat zou dat een leuk meubel kunnen zijn? En vervolgens begin ik gewoon schetsjes te maken. En dat is vaak gewoon op een schrijfblok. En dat doe ik ook uit een soort praktische overweging. Want dan kan ik hem uitschuren en weer overtrekken. En dan schets ik hem schuin van voren, schuin van achter. En dan denk ik van, hé, dat is een leuke stoel geworden. Vaak laat ik dat thuis nog wel eens zien, weet je wel. Of aan mensen van, joh, wat vind je ervan? En als dat allemaal goed is, dan ga ik hem nog op ouderwetse manier gewoon op de tekentafel tekenen. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cakes for the gods they made. Kijk, op het moment dat ik hem op de tekentafel waar groter ga tekenen, dan zie ik ook de maat. En als ik hem helemaal lekker vind kloppen, dan heb ik natuurlijk van tevoren al een beetje over nagedacht hoe het frame erin moet komen te zitten en hoe al die verbindingen moeten. Nou, vervolgens ga ik ermee naar de metaalman. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Pas dan zie je voor het eerst het meubel echt staan. Dan kan je omheen lopen, dan kan je schuin van achter kijken, van alle kanten. En dan denk je, wat vind ik er nou van? En dan ga je in je hoofd denken, oh, nou, ongeveer zo gaan ze erin zitten, zo diep en zo. En dan kan je er met je kont tussenin, want dat is met de kritisch bij de stoel natuurlijk, van hoe breed is die precies en gaat dat allemaal lukken? Als ik dat helemaal naar mijn gevoel goed is, dan gaan ze hem aflassen, zetten ze hem helemaal in elkaar, neem ik hem mee. En dan gaan we gewoon de stoffering erin maken. Een beetje gepuzzeld is dat, maar zo gaat het ongeveer. Als ik een zitmeubel ontwerp, vind ik dat ik een zitmeubel ontwerp. En een zitmeubel moet ook, heeft als eigenschap dat hij gewoon goed zit. En dat hij bovendien, dat hij ook zit zoals je verwacht dat hij zit. Hey, ik bedoel, je loopt op een stoel af en dan heb je al een idee van, oh, hij zal zo en zo zitten. En, maar als hij dan heel anders zit, dan voelen mensen zich daar niet lekker bij. Dat beginnen te ontwerpen, dat was eigenlijk al op school. Kijk, ik had als klein jongetje altijd een paar ideeën. Ten eerste wilde ik graag de hele wereld wilde ik zien. En ik wilde dingen creëren. Ik heb zelfs in die tijd nog een auto zitten ontwerpen helemaal. Helemaal op een dag toen die in mijn kamers komt. Dus dat vond ik al toen al superleuk. Dus volgens mij heeft het er altijd al een beetje ingezeten dat ik ooit nog eens een keer zou terechtkomen als ontwerper. What's my name? Tell my honey. I can't get my name. What's my name? Tell my baby. What's my name? Tell your brother.